Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending met gezaghebber Edison Reyna en zijn nationale toespraak van donderdag 16 april 2020. Het is bevestigd, Bonaire heeft zijn eerste COVID-19. Geachte inwoners van Bonaire. De afgelopen periode heb ik al vaker het woord tot u gericht om te informeren en om op te roepen tot kalmte, saamhorigheid en draagkracht. Vandaag wil ik dat opnieuw aan u vragen. Echter, Bonaire is nu in een andere fase gekomen en wel in een zeer bijzondere fase. Ik wil vandaag bekendmaken dat wij een eerste positieve uitslag hebben van het COVID-19 op Bonaire. Het virus is aangetroffen op Bonaire dus. Maar ik wil direct daarbij enkele kanttekeningen maken. De positieve uitslag is een conclusie van de deskundigen in overleg met het RIVM. Er is enkele malen een test afgenomen van deze persoon. En elke keer kwam de testuitslag terug als niet positief, maar ook niet negatief. De medici noemen dat inconclusief, oftewel niet doorslaggevend. Aan de hand van de eerste testuitslag heeft publieke gezondheid direct een onderzoek opgestart naar de bron. Het betreft vermoedelijk een contact dat enkele weken geleden heeft plaatsgevonden met iemand die op Aruba is geweest. Dit contact had milde ziekteverschijnselen. Na het contact werd de persoon na enige tijd ziek. De persoon is uit voorzorg vrijwillig thuisgebleven en is onlangs getest. Er is weinig tot geen contact geweest met andere mensen. Wel worden alle contacten in de directe omgeving van deze persoon verder onderzocht. De persoon maakt het ondertussen goed en is aan het herstellen. Het contactonderzoek samen met de algenomen maatregelen geven ons goede hoop dat de besmetting niet verder gaat. De COVID drive-thru helpt ons de situatie verder te onderzoeken. Het virus is dus op Bonaire gevonden. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid een importcasus met een vervolgbesmetting op Bonaire. De bron is te herleiden. En voordat er sprake was van deze besmetting, zijn er al de bekende beperkende maatregelen genomen. Omdat er een goed beeld is van de oorsprong van de casus en de contacten in beeld zijn, hoeft er niet tot een lockdown te worden overgegaan. Ook heeft het geen consequenties voor de repatriëringsvlucht van morgen. Het is belangrijk dat u zich blijft houden aan de beperkende maatregelen. Hou afstand van elkaar, maar bewaar ook de rust. Laat u niet verleiden tot hamsteren of paniek. Dat is echt niet nodig. Bonaire is veerkrachtig. We hebben al voor zoveel gestaan. Als wij er met elkaar de schouders onder zetten, dan kunnen wij de verspreiding van het virus beperken. Ik zal u met mijn team zo goed mogelijk op de hoogte houden van de situatie. Ik reken op u, op uw medewerking en het vertrouwen in het realiseren van de bevechten van de besmetting. Samen tegen corona. Tourism Corporation Bonaire, TCB, gaat het concept van Virtual Vacation lanceren. Deze Virtual Vacation bestaat uit verschillende video's die toeristische plaatsen, activiteiten, cultuur en hoogtepunten van Bonaire laten zien door de ogen van een lokale gids. Yes, the Virtual Vacation project is basically a series of films that we film locally by a local guide. I will be the guide and I will show the followers what they can do on Bonaire, and this way they can get the feeling of being on Bonaire, and afterwards they can eventually, if everything calms down, they can book a ticket to Bonaire to experience these activities themselves. TCB is going to start with a project, Virtual Vacation. What can you tell us about this? The Virtual Vacation, the idea came because of the current situation of coronavirus. They can see the highlights of Bonaire, just like the landmarks, or we will show them our culture, their histories,
And this way they can get the feeling, so in the future when everything is calm and the borders are open, they can come and experience it for themselves. Bonaire is well known for diving. Is there going to be a part of diving in the vlog? Yes, diving, you will see underwater activities also. Yeah. How can the people reach this vlog? They can see this vlog on our social media accounts, our Facebook, Instagram, and YouTube. It's called Bonaire Tourism. When is it going to start? This Friday, 17th of April, we will launch our first video. And this will be a weekly series of videos. I give you the opportunity to invite everyone to follow the vlog of TCV. This is something new for TCB, so I invite everybody to follow us on our social media accounts, our Facebook, Instagram, and YouTube. It's called Bonaire Tourism, and to come and experience this series of videos for yourself. Leerlingen van Pinter en Taalpit uit groep 7 en 8 kunnen al voor de coronacrisis thuis extra oefenen met Nederlands en rekenen. Dit doen ze via het online computerprogramma van Meiswerk, via de speciale Meiswerk Bonaire Link. Ja, klopt. Helaas zijn de scholen nu dicht, om een goede reden. Dat betekent dat wij ook geen extra bijles Nederlandse taal kunnen geven aan kinderen. Wat natuurlijk heel jammer is, omdat dit net de periode is dat ze nog veel kunnen oefenen. Extra kunnen leren, zodat ze dadelijk klaar zijn als ze naar de middelbare school moeten gaan. Ja, dat kan nu helaas niet. Ze zitten thuis, dus wij hebben bedacht, laten we kijken of het mogelijk is om net als de scholen toch online de kinderen aan het werk kunnen krijgen. Dus we hebben nu voorgesteld dat alle kinderen online gebruik kunnen maken van het leerprogramma. Dat ze thuis op hun eigen device gaan oefenen en de woordjes gaan oefenen en de grammatica gaan oefenen. Dit gebeurt, hoe moet dat gebeuren? Moeten ze registreren, hoe moeten ze dat doen? Ja, we hebben de laatste les, vlak voordat de scholen dichtgingen, hebben we alle kinderen goed geïnstrueerd. Dus verteld, je kan gewoon thuis op je eigen computer of op je iPad kan je inloggen. We hebben ze de codes meegegeven en het wachtwoord. Dus als het goed is, kunnen ze dat doen. Maar ik kan me voorstellen dat een paar kinderen dat vergeten zijn. Dus kunnen ze altijd even appen met de meester van school of met ons om te vragen hoe het ook weer moest. Dan stuur ik ze nog een keer de instructie op. Ik zou het heel fijn vinden als de ouders ook de kinderen stimuleerden om dit te gaan doen. Want alle informatie is beschikbaar. En dan kunnen ze zelf inloggen en kunnen ze ieder moment dat ze willen gaan oefenen met het programma. Andere kinderen die bijvoorbeeld niet deden aan die Pinter en Taal, mogen ze dit programma ook gebruiken? Ja, we hebben voor deze keer gezegd, het is heel belangrijk dat de kinderen deze tijd goed gebruiken. Dus ook kinderen van groep 7 die nog niet begonnen waren met dit programma, die mogen nu meedoen. Wij zorgen ervoor dat hun persoonlijke account wordt aangemaakt. Als ze zich melden bij de juffrouw op school of melden bij ons, dan kunnen wij ervoor zorgen dat zij ook mee kunnen doen met dit lesprogramma. Ik denk dat het makkelijkste is voor de meeste kinderen, want daar hebben ze natuurlijk nu ook contact mee, om op zoek te gaan naar die juffrouw van school en te vragen hoe het precies moet. De juffrouw weet het uiteraard ook. Ze kunnen altijd mij benaderen via Facebook, via onze website, staan onze contactgegevens en dan kan ik ze zelf persoonlijk ook uitleggen hoe het werkt. Er zijn helaas een paar kinderen die niet mee kunnen doen met alle mogelijkheden die er zijn. Of omdat ze geen device hebben of omdat ze niet de mogelijkheid hebben om op internet in te loggen. Die kinderen moeten zich melden bij school. En dan zoeken we samen met de school daar een oplossing voor. Want het kan niet zo zijn dat kinderen wel heel graag willen leren en het gaat niet. En we hebben nu besloten dat we echt iedereen willen stimuleren om hier daadwerkelijk aan mee te doen door ook prijzen te gaan uitloven. Normaal werken de kinderen gemiddeld zo'n 60 minuten per week aan Nederlands en 60 minuten per week aan de rekenoefeningen. We hebben nu gezegd, degene die echt heel hard hun best doen en iedere week 120 minuten werken, die krijgen een prijs van ons. Dan krijgen ze een cadeaubon en dan mogen ze iets leuks van kopen. En op die manier hopen we iedereen te stimuleren om mee te doen. Wij gaan naar de reclame en zijn zo bij u terug. We'll be right back.
Welkom terug bij Bonaire Journaal. Samen met tweede COVID-19-patiënt door lokale besmetting, gezaghebber van Saba Jonathan Johnson gaf de volgende toespraak. Good day, residents of Saba. This is Island Governor Jonathan Johnson with an update for Monday, April the 13th. Unfortunately, I do not have good news as we have another positive case of COVID-19 on the island. During our contact tracing, an additional test was done this morning and has come back as positive. This person was in close contact with the first positive case. Our public health team is now doing contact tracing in relation to this new positive case. This means that more people will have to go into quarantine. We all have a responsibility to ensure our health and the health of our families. Again, I urge you, if you have any flu-like symptoms, no matter how mild, call the hospital. If you do not have permission to be on the road, stay at home. This lockdown and our other measures are to contain the spread of this virus, which is now being transmitted locally. Today, we work together with our partners in the vital functions, such as the supermarkets, pharmacy, and gas station, to finalize the details on the new temporary processes. I would like to now briefly go over some of the processes that are in place. Full details will be posted on the public entity Facebook page via WhatsApp and mass email. There will be a delivery system for groceries and prescription medication from the pharmacy. Please keep in mind that grocery services will continue, so there is no need for panic or overbuying. Certain products, such as fresh produce, will have some limits on them to ensure that they can be shared more evenly. Bakeries will continue to supply their products to the grocery stores only. Meals on Wheels will continue, and the persons in the program will be contacted with further information. People with farms, animal owners, fishermen, and boat owners have received permission letters to be able to tend to their daily duties. If you fall into one of these categories and have not received a letter, you can send in a request. Other persons who have tasks, which would be considered a necessity, or if you have cargo coming in on Wednesday, can also send in a request. This also pertains to those in the business community. All applications must be sent to info@sabagov.nl. I repeat, info@sabagov.nl. The gas station will only be open between the hours of 8 a.m. and 12 p.m. for persons with essential services and those who have permission letters to be out driving for a specific task. It will be open until Friday. For cooking gas, appointments can be made for pickup and delivery of the gas cylinders. Please make sure that your name is clearly printed on them. SAC and SATEL are also altering their processes, which they have already been communicating. While the bank remains closed, if you have any questions or need of any banking services, please contact RBC for further instructions. Restaurants are also no longer allowed to deliver food. I realize that this is a twofold message. I had to inform you of the second COVID case on the island and more people placed on quarantine. In addition to that, I wanted to inform you of the processes of our vital functions. This is an unprecedented situation. We will continue to keep you informed as things develop, and we are working to cover all of the bases for essential services. Of course, we expect that there will be additions and changes in the coming days to fine-tune these processes. We welcome all questions and suggestions that you may have for us, which will help to guide us through making these difficult decisions during this time. Please send them to the Government Information Services at info@sabagov.nl. I want to thank you for working with us to ensure that these measures that have been put in place are successful. I thank you. Volgens brigadier-generaal der mariners Peter-Jan de Vin en de kustwacht Caribisch Nederland bevestigt dat er geen vaste kustwachters op Bonaire zijn. Ja en nee. De kustwacht heeft een relatief kleine bezetting.
En we hebben in het verleden, toen de kustwacht werd opgericht, er niet voor gekozen om kustwacht op Bonaire te positioneren. Kustwacht Curaçao faciliteerde ook eventuele ondersteuning vanuit het steunpunt Curaçao op Bonaire. En daartoe hebben we, ik denk een jaar of 4, 5 geleden besloten, misschien is het al iets langer, om permanent 2 kustwachters op Bonaire te positioneren. Die daar gezamenlijk met de ketenpartners, en dan moet u denken aan de douane, aan de marechaussee, aan de politiekorps Caribisch Nederland, met elkaar toezien ook op de maritieme grens. Kustwacht heeft daar ook geen boot liggen. Dus ook hier werd gebruik gemaakt en wordt gebruik gemaakt van de boot van de ketenpartner. Dat is een kleine boot en daar kun je niet echt een rondje mee over zee varen. Daar kun je vooral de binnenwateren tussen Klein Bonaire en Bonaire zelf bepatrouilleren. De kustwacht heeft wel een radarsysteem op Bonaire op basis waarvan we hier op Curaçao kunnen zien wat er op zee allemaal gebeurt. Maar de bezetting op Bonaire is dus inderdaad heel klein. Bij het begin van de COVID-crisis hebben we in goed onderling overleg ervoor gekozen om die 2 kustwachters terug te laten komen naar Curaçao. Zodat ze in ieder geval vanuit Curaçao weer ook op het eigen eiland zaten en ook 's avonds naar hun eigen familieleden konden terugkeren. Nou, dat is een bewuste keus geweest die we met elkaar gemaakt hebben. En dat betekent dus dat op dit moment de kustwacht, los van het feit dat ik daar wel met het stationsschip patrouilles laat uitvoeren, met de kutter. Ik laat ook de helikopter van de kustwacht en het vliegtuig van de kustwacht ook regelmatig nog bij Bonaire de zeegebieden afzoeken. Dus dat gaat allemaal wel door. Maar de echte fysieke bemensing met 2 man vanuit de kustwacht is dus op dit moment gestopt. Wie gaat de uiteindelijke beslissing nemen zodat het weer kan gaan draaien? Nou, dat zal ik doen in goed onderling overleg met de lokale autoriteiten. En als er aangegeven wordt dat de 2 kustwachters die we daar dus weggehaald hebben, en die 2 kustwachters zitten daar in principe 2 weken en dan worden ze weer vervangen. Hè. Maar al die bewegingsbeperkingen die we op dit moment hebben. Bonaire kent op dit moment nog geen COVID-gevallen. Dus ik kan me ook voorstellen dat men terughoudend is om daar dan meer 2 roulerende kustwachters terug voor te krijgen. Dus op dit moment is het de situatie zoals die is. We monitoren dat, we hebben goed onderling overleg. En we kijken natuurlijk ook wat gebeurt er dan op Bonaire. En rechtvaardigt dat beeld op Bonaire wat er nu gezien wordt door vooral de ketenpartners. Dat we toch die 2 mensen weer terug gaan brengen. Dus ja, dat is wat mij betreft voor een groot deel afhankelijk van wat ze op Bonaire zelf aan beelden zien. En of ze mij dan de vraag gaan stellen, joh, stuur die 2 kustwachters terug. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. ZRMS Karel Doorman is gereed voor vertrek naar het Caribisch gebied. Zo zijn er diverse voertuigen, containers en goederen aan boord gebracht en er is voeding, drinkwater en brandstof geladen. Kapitein ter zee Henk Zuurveld, commandant ZRMS Karel Doorman, vertelt meer. We hebben juist opdracht gekregen om op te stomen naar het Caribisch gebied. Daar zullen we onder aansturing van de commandant zeemacht in het Caribisch gebied hulp gaan verlenen. De Karel Doorman is bij uitstek geschikt voor deze taak. Wij zijn een joint logistics support ship met primaire taak bevoorraden van schepen op zee. Maar we hebben ook een groot hospitaal. We hebben ook een vliegdek met spots voor 2 helikopters. We krijgen ook 2 helikopters mee. We kunnen met kleine landingsvaartuigen kunnen wij spullen naar de plaats van bestemming brengen. En ik heb ook nog bij mij 48 mariniers met spullen voor veel meer mariniers om te helpen bij zaken op de wal. Aanstaande maandag zitten wij ongeveer 2,5 weken hier in quarantaine aan boord van het schip. Om de kans op COVID onder de bemanning tijdens het oversteken zoveel mogelijk te beperken. Vandaag specifiek zijn we bezig geweest met het beladen van containers voor de medische spullen. Voor spullen met drones om een situatiebeeld te kunnen opbouwen. En met het beladen van de voertuigen van de mariniers. Inwoners hoeven volgens registratievertegenwoordiger Anthony Begine niet bang te zijn dat ze de komende maanden niet kunnen eten op Curaçao. Daar zorgt de overheid voor, zegt de gevolmachtigde minister Caribisch Netwerk. Voor ons op dit moment is gewoon dat nijpende,
is gewoon gaat over de sociale aspecten en de sociale vangnet die wij op dit moment gewoon, waar we niet over beschikken. Dus daar zijn we tevreden mee, dus dat we nu die eventjes een termijn kunnen overbruggen. Eigenlijk gaat het gewoon, op Curaçao is er heel veel armoede, nu met nog een crisis erbij, ja. Op de vraag, kunnen mensen gewoon eten? Mensen kunnen straks gaan eten. Mensen kunnen eten. Daar gaat de overheid voor zorgen? Daar zorgt de overheid voor. Dus zo'n overheid hebben we wel op Curaçao. We hebben niet een overheid die mensen gewoon zonder eten naar bed laat gaan. Dus dat is nooit zo geweest. Huh? Dus, maar gezien deze situatie is de situatie natuurlijk nijpender geworden. Mensen zitten binnen, huh? Want je hebt een lockdown. En daarnaast, dan zie je ook niet precies wat er achter die deuren gebeurt. Dus dat is wel iets waar wij, dat heeft de minister-president gisteren ook aangekondigd. Dat er gewoon iemand wordt aangesteld die speciaal voor de sociale gebeuren gaat kijken van hoe loopt het nu. Dus dat, dat gaan wij natuurlijk doen. Deze situatie moet je in fases bekijken. Fase 1 is nu gewoon de grootste nood. Die er nu heerst. Dus er waren heel veel mensen die werkloos gaan worden. De sociale noden enzovoort. Dus dat is gewoon het fase 1. En ik ben in zoverre tevreden dus dat wij eigenlijk de financiering voor april en mei veilig hebben gesteld. En dus dat er nu gesprekken gaan plaatsvinden voor de verdere gang van zaken. Dus in die zin is er een outlook naar de toekomst. Daar ben ik zeer tevreden over. Maar soms is het niet, gaat het niet alleen maar om die liquiditeitssteun. Dus op andere fronten vinden er ook allemaal activiteiten plaats. Als je kijkt naar de vier landen overleg op het gebied van gezondheidszorg, het gebied van defensie, dus hoe er samengewerkt wordt met de landen binnen het Koninkrijk, dat gaat op dit moment zeer goed. Afrikanen worden uitgezet uit huizen in China. Stadsleiders in het zuiden van China ontkennen beschuldigingen van racisme te midden van de coronaviruspandemie en benadrukken het dat buitenlanders niet zijn gediscrimineerd. Al Jazeera News. City leaders in southern China are denying allegations of coronavirus racism, insisting that foreigners are not being discriminated against. Africans living in Guangzhou say that they're being kicked out of their homes and face harassment as health workers step up testing for imported infections. The African Union, Nigeria and Ghana are calling on the Chinese government to address concerns. Professor Keith Richburg is the director of the Journalism and Media Studies Center at the University of Hong Kong. He says there has been discrimination against Africans living in China for some time now. Ever since Xi Jinping announced that the virus was essentially contained in China and that they could start reopening businesses and reopening factories, the numbers have been going up, but they've been blaming all of those new numbers, those new cases and the new deaths in China on what they call imported cases, meaning that they've contained it in China, but people coming back into the country are bringing it along. It smacks, you know, a bit of xenophobia to me, because number one, most of these so-called imported cases are Chinese nationals who left at Chinese New Year and are just now returning or returning from schools abroad, etc. So these aren't foreigners, these are Chinese who are bringing in with the virus. And secondly, they've been given really no statistics to prove that the real numbers of people coming in with the virus are actually foreigners at all. But you know, that's kind of the narrative or the storyline that they'd like to say, is that all of these new cases are all from foreigners. They've even restricted foreign diplomats from coming back into Beijing, for example. China has always had this kind of complex relationship with Africa, whereas officially, you know, they see the African countries as brothers. Lately, China has put a lot of development money into Africa. They built the African Union headquarters. They built the railroad from Kent, from Nairobi to Mombasa. But and as a consequence of these, you know, tens of thousands or millions of Chinese living in Africa, you also have a lot of African traders, African students who have gone over to China. And so, you know, officially, on an official level, there's this kind of feeling of fraternity. On the ground level, people to people, the Chinese simply don't like them very much. They're basically kind of, there's a lot of racism. I've been to Guangzhou. I've been to that area that they call Little Africa, or more derogatorily, they call it the Chocolate City. The Africans tell me they feel discriminated against by the Chinese. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.